Yes, en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Nina Remus. Ik heb redelijk wat. Ah, dat is dat. What the fuck? Nu weet ik niet meer wat ik wou zeggen. Ik heb, ah jawel, ik heb redelijk veel ook een update gedaan, ook op Discord. Ik heb ook een meeting binnenkort ook met de admins. Ik heb ook nieuwe topics aangemaakt, zoals hier de vlog topic. En dan hier de alle weken topic. Dus daar heb ik wel gezien dat er bijvoorbeeld sommige vlogs offline zijn gehaald, zoals hier vlog. 1835 offline wegens privacy schending. Scroll. Hier is 1778 is dat is ook offline. 59 en 58 is offline. 50 is offline van deze jaar. 45 is offline van deze jaar. Ik heb hier dan een dubbele nummer gebruikt. Dezelfde nummer met twee verschillende vlogs. 1727, die staat er twee keren op. En dan nog 1720 is offline. En dit is vlog nu nummer. Maar ik wil geen foute informatie geven. Vlog. 1839 al. Amai. Dat vliegt toch er allemaal door. Dan heb ik ook een Eurotruck Simulator topic aangemaakt. Dus vanaf wat ik vandaag, dus eigenlijk voor jullie gisteren, heb beginnen te filmen als gameplays of livestreams. Die gaan hier dan ook opkomen met de juiste informatie. Dus gelijk de vracht, houtskrullen, Bern, Zurich. En naar Zurich 4890 kilogram. Dus daar ben ik ook nog aan proberen uit te werken. Oké, maakt niet uit. Dus ja, dus ik ben daar aan proberen allemaal in elkaar te flansen en ook bij te houden ook op mijn Discord. Dan weet ik dat ik ook wat actiever ben en al dat ik ook geen verkeerde dingen kan doen. Voilà, dus 4 video's gisteren online gekomen. Amai. Toch? Even kijken. 1, 2, 3, 4. Jawel. Oh my. Eentje van 21 minuten en 17 seconden. 31, 27 seconden. 38 en 12 seconden. En 46 en 10 seconden. En dan moet je ook nog weten. Ik heb nog deze nacht ook nog eens gelivestreamd. En die duurde 46, 53 minuten. Oho. Maar momenteel zie ik dus overal geen problemen met mijn video's. Dus dat is top. En nu nog 2 uurtjes wachten. Dan kan ik ga ik door naar de OCMW toe. Wat bevragingen en al mijn rekeningen laten betalen. Noem maar op. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Zo, heerlijke broodje gaan halen. Voor mijn schatteke. Mijn lievertje. Oh jawel, ze blijft nog altijd mijn schat. Mijn allerliefste schat van de wereld. Kan niet zonder haar. Dat geef ik eerlijk toe. Je kunt niet met mij, maar je kunt ook niet zonder mij. Net zoals ik met u. Oh, ik kan wel zonder jou. En ik kan... Nee. Nee. Ik weet het, dat is niet wat ik als tweede wou zeggen. Ik kan niet zonder jou. Ik kan... Nee, daar moet er nog iets zijn. Ik kan niet zonder jou. Ik kan... Ik weet het niet. Maar ik kan wel... Nee. Jawel, dan is dat goed gezegd. Ik kan niet zonder jou. En hoe is het dan als ik toch van u af wil? Ik kan niet zonder jou. Geraakt me kwijt. Geraakt me kwijt? Nee, zo is het ook niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet, mensen. Laat het in de comments weten. Het is over. Het is over. Oké. Thank you. Ja. En dan heb ik mijn broek weer nog een keer. Even kijken.
En mensen, wie gaat er allemaal zondag stemmen van mijn kijkers? Oh my fucking god. Dat wil ik wel eens eigenlijk eens weten door, lieverd. Dat wil ik eens echt eens weten, lieverd. Al mijn kijkers, dus die nu deze vlog aan het kijken is, reageert, ik moet stemmen. Met die drie woordjes, ik moet stemmen, dan weet ik meer dan genoeg. Ah, die kijker moet ook gaan stemmen. Oh, die kijker gaat ook stemmen. Of bijvoorbeeld als jij volmacht hebt gegeven aan iemand, waarom heb je de volmacht gegeven? Als je dat wilt laten weten aan de wereld. Dus, maar je moet niet laten weten aan de wereld op wie je gaat stemmen. Is dat strafbaar als je dat zegt? Dat weet ik niet. Dat moet je opzoeken. Ik weet dat dus ook niet. Als dat strafbaar is of niet strafbaar is. Als ik zeg van, ik ga op die stemmen of ik ga op die stemmen of ik ga op die stemmen. Dat mag gewoon niet. Waarom niet? Moet uw stem geheim blijven of wat? En als een persoon zegt van, het boeit me niet. Iedereen mag weten op wie dat ik heb gestemd. Ja, dan is dat zo. Daar kunnen ze niks tegen, hè? Dat is toch zo gelijk ook in een poll. Als je op een poll stemt, op sommige pollen, dat is dan puur anoniem. Dan heb je ook pollen waar je gewoon continu ook je... je nickname erop komt te staan. Of je hebt ook polls waar je gewoon je profielfoto erop te komt te staan, op waar dat je gestemd hebt. Dus, voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks eens terug. Maar ik hoop dat jullie wel echt hebben genoten van gisteren, van al die Euro Truck Simulator gameplayers. Zo, hier ben ik bij de Ocean Way aangekomen. Dus ik ga hier even op gesprek. Ik heb ook wat rekeningen mee dat ook nog moeten betaald worden. Dus let's go, hè. Even nog eens een goede gebabbel kunnen hebben ook met Glenn. Kan altijd leuk zijn. En te zalig buiten. Allee, tot straks. Yo, 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 yo. Want ik ga nu de poort binnen. En daar is dan de OCMW. Tot straks. Oh, kijk eens aan. Ik ging hier naar binnen toe. De zon schijnt niet. Ik ga naar buiten toe. Beautiful weer. Beautiful weer. Maar ik zit wel met een dilemma. Ik heb mijn zilveren lakens nog niet opgelegd en ik moet nu naar mijn auto's toe gaan. Dus ik heb misschien hier. En ik wil geen ruzie hebben. Ik wil geen ruzie hebben. Fuck, ik wil echt geen ruzie hebben. En nee, ik ga geen reclame maken. Oh, ik wil echt geen ruzie hebben. Want ik heb al een computerwinkel waar ik al reclame voor maak. Line Gaming Solutions! Yeah! Line Gaming Solutions. Voor al jouw gaming PC's. Je kunt daar ook zelf je eigen PC laten samenstellen. Jawel, doet dat. Hij weet er echt heel, heel, heel veel van af. Oké, voilà. Line Gaming Solutions. Die vind je ook eens regelmatig op een Belgische of, ik weet het nu niet meer, op een Nederlandse LAN-party. Wie weet. Ik kan hem misschien nog gaan uitbreiden naar Duitsland toe. Want daar zijn nog wel, dat is wel een tip wat ik aan hem geef. Daar zijn nog redelijk grote gaming evenementen. Groot, big! In België dus niet meer. Wat ik daarmee bedoel is, gamers! En Freakomatic! Dan richt ik ook naar u toe. Freakomatic, blijf nu eens loom. Word eens wakker. Freakomatic, gooi uw inschrijvingen open. Gooi uw inschrijvingen open. Dat wij kunnen inschrijven, betalen voor jullie evenement op 6, 7, 8 september 2024. In de oktober Halloween. Wij snakken ernaar. Hopelijk halen jullie de 1000 gamers. En gamers naar jullie toe. Blijf niet achter jullie computer zitten.
om voor jullie computer te zetten. Ga naar www.fom.be binnenkort als de tickets beschikbaar zijn voor hun volgende evenement. Voilà. En kom met je melden daar naartoe. Je kunt ook onder Psycho TV Fun Team ook komen. Dus dan kun je daar samen zitten. Bijvoorbeeld met je kameraad. Kleingenoot. Of een teamgenoot. En jullie weten niet echt van... met welke team willen we samen gaan? Wel, Psycho TV stelt zich daar altijd voor open. Je kunt u daar ook al voor inschrijven op www.psychotv.be. En ja... Oh, forget, het is warm. Het is hot hier in mijn auto. Het is echt hot. Hot, 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 hot. Voilà. Ook zo gelijk, ik moet mij ook binnenkort gaan inschrijven voor CU-land. Daar wil ik ook naartoe gaan. Dan, ik ben sowieso aanwezig op X-LAN. Dat staat sowieso al vast. Op X-LAN ben ik aanwezig. Dat is het enige evenement waar ik momenteel tickets voor heb. Maar nog geen andere evenement. Ik moet dat wel eens dringend gaan doen. Ik moet dat eens dringend gaan doen! En vandaag heb ik ook weer al een paar opdrachtjes gereden met Eurotruck Simulator 2. Jullie hebben het hoogstwaarschijnlijk gemerkt. Vandaag, wanneer ook deze vlog online is gekomen. Hoeveel Eurotruck Simulator gameplaykes dat er online zijn gekomen. Hohohoho. Echt waar. Massas. Ga ik vandaag nog een livestreamje doen. 9 van de 10 kansen wel. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in om Eurotruck Simulator kapot te spelen. Kapot, hè? Kapot, hè? Kapot, hè? Kapot! Oh, ik word zot. Ik word zot, ik word zot, ik word zot. Oh. Ik word zot ook van mijn maagpijn. Daarbij dat ik zo raar doe. Mensen, ik doe echt heel raar. Oh, ik doe echt heel raar. Oh my god, oh my god. Nou, heb ik geen zin om te vertrekken. Ik zie een heel schoon vogeltje. Wauw, kijk. Ik weet niet of jullie het gaan zien. Die hebben wat paar pieringen vast. Zien jullie het? Huppelen. Oh... Oh. Wat maakt mij de natuur toch zo aangenaam rustig. De natuur maakt mij echt rustig. En daar heeft ook nog iemand... Ik heb ook deze nacht gelivestreamd. Ja, sorry. Oké, maar nee, het was iets heel raars. Oh, ik kon deze nacht niet slapen. Ik kon gewoon deze nacht niet slapen. En dan heb ik ook maar een livestream gedaan. Ook van Eurotruck Simulator 2. Counter-Strike 2 is zo wat achterwege aan het worden van mij. Kan zijn dat ik ook nog wel eens een andere spel gespeeld dan alleen maar Eurotruck Simulator. Misschien nog eens een hamster game. Of al die supermarkt simulator voor nog eens verder mijn winkel eens uit te bereiden. De Psycho TV Shop. Of al nog eens een nieuw game proberen. Ook voor jullie. Als jullie eens een tof game weten. Laat het eens even hieronder in de reacties ook eens weten. Voor de rest. Ik ga jullie laten. Ik ga nu vertrekken naar mijn ouders toe. Want het is nu bijna al 6 uur. Allee. Tot straks allemaal. Dankjewel. Voor het eten. En dat jullie er ook altijd voor mij zijn.
sandwichje check. Spaghetti check. Maar ja, ik heb het. Mijn mama was dus niet kwaad dat ik mijn laken niet bij had. Nee, die was niet kwaad. Voilà, maar ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks. Zo, mensen. Ik ben terug thuis. In mijn appartementje. En ben ik de slimste? Ik voel hier mij thuis, dus mijn appartementje. Oké, ik betaal huur. Maar ik mocht het dat zo noemen. Voilà. Bij deze. Nu nog de juiste sleutels zien te vinden. Kom in een kontje. Ik heb lekker spaghetti. De A-team. Oh, ze heeft nog niks klaargezet. Dat dacht ik dat ze dat wel ging doen. Allee. Ik heb jeuk aan mijn neus. Ja. Wat ga ik nu doen? Ik weet het niet. Zal ik gewoon een livestreamje doen? Van een uurtje? Van 6 tot 7? Joa, allee. You. Zo, ook nog. Mijn medicatie nemen. Tot 5 mg. Voilà. En dan moet ik dat in mijn mond spuiten. Mensen. Ik wil één ding zeggen, blijf dat zo lang mogelijk er vanaf, want dat is niet lekker. Nee. Wat wel lekker is, is mijn spaghetti, die nu heerlijk warm is. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Maar zonder vork kan ik niet eten. Nee, zonder vork kan ik niet eten. En dan nog mijn andere medicatie er ook nog even bij nemen. Voilà, ça. Dan. Deze even vullen met een glas voor vandaag. Dan doen we het bakje kaas open en die strooien we hier dan over. Een klein beetje hier aan de zijkant, wat. Hier nog wat van boven. En voilà, is meer dan genoeg. Dan, nu voordat ik ga beginnen te eten, eerst één kleine pilletje innemen. Voilà, ça. En dan zelfs weer al een gameplay uploaden op YouTube, want ik heb juist weer al Euro Truck Simulator gespeeld. Ik heb weer al van Zwitserland naar Italië gereden. Maar we moeten toch eens van Italië naar ergens anders ook nog eens rijden. Bijvoorbeeld naar België, naar Brussel toe bijvoorbeeld. Welk Europees land moet ik aantikken bij Euro Truck Simulator 2?
laat het hier ook in de comments weten. Dat spelletje naar dot doet dot, hè. Dat is zo ontzettend verslavend dat ik er niet vanaf kan blijven. Heb ik alles? Ja, ik heb alles. Wacht, hè. Portefeuille, gsm. Ja, ik heb alles. Sleutels, die geeft mijn schatje. Ja, ik heb redelijk veel Eurotruck Simulator gespeeld. Geen Rummy Cup, geen Uno of niks niet. En ik krijg een melding altijd als ik tot het aan het volgen ben. Zit ik er weer al iemand van gekregen. Een van mijn ex-vriendinnetjes, Amber. Hey Amber, als je ook nog naar mijn vlog kijkt, ik denk ook nog altijd aan jou hoor. Je staat nog altijd in mijn gsm als Amber. En ik ken ook nog jou altijd als nickname Bambi. Muziek! Oh, kan ik nog niet zien. Stappen in mijn eigen wagen dat er muziek draait. En ik krijg weer een duimpje omhoog dat muziek uitstort. Ja, ik plaat nu wel plaat Hasselt hier. Zo'n lekker Patrick van Hasselt. Dames en heren. Vanessa, ik ga nu mijn allerliefste schatje naar huis hier doen. Nu terug normaal. Voilà, ik ga nu met een schat terug naar thuis doen. En ik hoor koeien. Van waar dat aan? Ik weet niet waar van waar. Allee, ik zie jullie allemaal straks geschreven. Oh, Nuk. Ik ben Nuk. Welke taal was ik aan het spreken? Ik weet niet. Ja. Ik kan niet verder doen. Ja, ik ben terug thuis. Yay! Woehoe! It's me, Mario! Woehoe! Come on, Belgium! Belgium moet vandaag spelen in de Koning Wading Bodewing Stadion in Brussel. En ik hoop dat ze winnen. Winnen België. Ja, België moet vandaag spelen. En ik hoop dat ze winnen. Met mijn statistiek. Mijn statistiek voor de wedstrijd. Ik weet het niet. In de statistiek voor de wedstrijd. Dus even denken. 2-0 voor België. 2-0 voor België. Daar gaat het worden. Ja. 2-0 voor België. Ik heb nu een liedje in mijn hoofd, hè, van België. Echt waar. Ik moet dat gaan opzoeken. Ik moet dat echt gaan opzoeken, mensen. Ik wil het jullie ook laten horen. Een heel klein stukje van België. En hier zelfs nog wat opruimen. Yay. En ik heb ook aan de Eurotruck Simulator man, die vroeger ook eens met mij is mee heeft gedaan Eurotruck Simulator te spelen. Ja. Ziet.
Ik snap het niet. Hè. Ik heb een ding. Ah. Oh, wacht hè. Mijn schatje heeft iets heel moois gezonden. Ik ga het jullie laten zien. Ik ga het jullie trek laten zien. Wacht hè. Oh. Hoe lief. Ik ga daar een hartje op zetten. Hoe ging dat nu? Zo, en dan een hartje. Oh, voilà. Voilà. Ah ja, en nu Spotify. Ik heb op Spotify geklikt. Hopelijk opent die dat. Ja, die is aan het openen. Mooi paarslijntje in mijn scherm. Ik weet het, ik weet het. Maar ik zie dat dus niet meer. Niet in mijn bibliotheek zoeken. Ik heb die niet. België. Ah ja, dat van Leven is... ah ja, van die. Ken je het? Leven op Pluto. Ik vind het niet, dus ik wou het eens tussen zoeken van België. 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 En we hebben ook van Average Rob, en omdat het kan, Sound System, ook weer al een heel mooi liedje van België. Om met la patate. Deze hier. Ik kan niet langer dan 1 seconde. Anders heb ik op een replay. Dus omdat het kan, want daar staat ook wel redelijk wat copyright logicus op. Dus ik ga het niet helemaal laten afspelen. Dus maar ja, ik ga hier ook de vlog hier beëindigen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlogvideo of een livestream is. Voor de rest zeg ik als altijd. Yo, 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 yo.